We gaan naar verslaggever Olaf Koens in Polen aan de grens met Oekraïne en Frits Wester in Den Haag. Eerst naar jou, Olaf. Hoe wordt er daar gereageerd op deze laatste dreiging van Poetin om militaire middelen op scherp te zetten en mogelijk ook nucleaire wapens? Ja, Jetske, daar wordt natuurlijk met ongeloof op gereageerd. Hè. Vooral dat laatste, het gebruik van nucleaire wapens, of in ieder geval in gereedheid brengen. Ja, dat is natuurlijk de ultieme dreiging. Dat is een dreiging niet alleen aan Oekraïne of Polen, waar ik nu ben, maar een dreiging aan het hele Europese continent. En het komt op een moment dat het slecht gaat met die oorlog in Oekraïne. We zien heel veel verliezen aan de Russische kant. Die Oekraïners die geven dat land niet zomaar op. Dus Poetin wordt een beetje in het nauw gedreven, misschien wel. Dat is waar ze hier bang voor zijn. Ja, wat er dan gaat gebeuren, men is wel degelijk zenuwachtig. Zeker. Dan gaan we naar Frits Wester in Den Haag. Frits, is er in Den Haag al gereageerd op de dreigende woorden van Poetin? Nou, formeel wil toch niemand iets zeggen, Jetske. En een woordvoerder van Defensie zei vanmiddag, ja, eerst maar eens kijken of het allemaal waar is. Maar oud-topmilitairen en diplomaten die ik sprak, die zeggen, het moet vooral gezien worden als een poging tot intimidatie van het Westen om zo de eensgezindheid, die Poetin wellicht verbaasd heeft, te doorbreken. Afgelopen vrijdag, persconferentie, vroeg ik premier Rutte nog wel naar de mogelijke dreiging van een nucleair conflict. En toen zei hij het volgende. Op dit moment is er geen enkele aanwijzing die ervan uitgaat dat dit zich kan ontwikkelen in een nucleaire oorlog. Daar is echt geen enkele, maar ook geen enkele aanwijzing voor. En de gevolgen daarvan zijn ook devastating voor iedereen. Dus er is geen argument, er is geen motief. Er is ook geen enkele aanwijzing dat het die kant op gaat. Ja, Frits, denk je dat het kabinet zich nu wel iets zal aantrekken van de woorden van Poetin vandaag? Nou, naar buiten toe is daar in ieder geval niks van te merken. Premier Rutte schreef vanmiddag na die dreigende taal op Twitter, en ik citeer even, de hele vrije en democratische wereld is meer dan ooit verenigd in de steun aan Oekraïne. Ja, voorlopig worden de sancties dan ook alleen maar verscherpt. Rusland wordt nu definitief uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. En ook Russische vliegtuigen mogen vanaf vanmiddag 4 uur niet meer over Nederland vliegen. En dat gaat vanavond voor de hele Europese Unie gelden. Gaan we nog even terug naar Olaf Koens aan de grens met Oekraïne. Ja, Olaf, over die onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, ik vraag het me af. Die moeten dus plaatsvinden aan de grens. Maar hoe dat precies gaat gebeuren, de Oekraïners maken zich ook heel erg zorgen dat eerst ze daar aankomen, dat ze simpelweg gekidnapt worden. Er kan dus van alles gebeuren. En ja, om eerlijk te zijn, waar moeten ze over praten? Poetin wil dat het regime in Kiev valt. Hij wil dat de volledige Oekraïnse regering opstapt en dat ze eigenlijk hun eigen land moeten opgeven. Nou, dat gaan die Oekraïners echt niet doen. Ik heb er hier de afgelopen paar dagen een hoop gesproken. Heel veel gaan terug naar Oekraïne om te vechten. Ze kunnen hun eigen land niet opgeven. Dus waar ze over moeten praten, ik weet het niet. Helder, Olaf Koens en Frits Wester, dank jullie wel.